geld. Heb je het niet, heb je het wel? Heb je het wel of niet geteld? Het is die ene nul die telt. Geld! Jongens, wat onwijs leuk dat jullie helemaal door zijn gegaan tot aflevering 2 van deze show die op dit moment niet eens een goede werktitel heeft. It's very rare to see these days, but it still exists. There are certain rappers that come up to the middenkant van die kleine podium met drie deels. En stand in the middle. Derivaten, aandelen, complexe financiële producten, obligaties, goud, zilver, platinum, uranium. Je kunt investeren in Nintendo, Apple. Je kunt short gaan, je kunt long gaan, je kunt schlong gaan. Kunst, antieke kunst, moderne kunst, antiek, futures, crowdfunding, tokens, bitcoins. Ethereum coins, Litecoins, Heavy coins, Crypto coins, Derek Scheringa coin, Kanye West. Een van de beste manieren om geld te verdienen is dus te investeren in de koersen van bedrijven en geld en dingen. Maar om dat te doen heb je dus wel geld nodig. De vraag is, hoe kom je aan geld? Nu heb ik de mazzel dat ik een zootje bitcoins heb gekocht toen ze nog heel weinig waren en nu heel veel waard zijn. Maar als nu die koers inflikkert, dan moet ik ook weer gewoon achteraan in de rij aansluiten. Hard werken, sparen, duurt lang, heeft niemand tijd voor. Sterker nog, er hebben zo weinig mensen tijd voor dat wij onze hele maatschappij om leningen heen hebben gebouwd. De vraag is, is het slim om jezelf in de schulden te steken? En zijn er mensen die die lening succesvol om hebben weten te zetten in een gigantisch fortuin? Want als dat zo is, dan wil ik dat ook. Ik heb afgesproken met een drugsdealer om de ins en de outs van de game te kunnen begrijpen. Dus ja, ik hoop dat hij wil praten. En misschien heb hij nog wel wat voor me. Jago. Yes. Wat doe jij voor je geld? Ik verkoop onder andere verdovende middelen. Mensen willen altijd drugs hebben. Ecstasy, MDMA, cocaïne, ketamine, GHB. Die eerste keer dat je dan ging inkopen bij de groothandel. Ja. Hoe kwam je toen aan je geld? Studiefinanciering. Oh ja? Ja. Ik heb mijn eerste 10 gram gehad met mijn stufie, man. We zitten bovenop een dakterras van een studentenhuis en naast mij zit... Maarten van der Most. Ik studeer technische bedrijfskunde en ben 22 jaar oud. Ik leen maximaal bij, dat is €700. En op het moment gaat alles daarvan in cryptocurrencies. En daarvoor, ik doe het sinds mijn 18e al, heb ik het ook in andere dingen gestoken. Dus ik denk dat nu een vierde van het geld denk ik, in cryptocurrencies zit. Ben je niet bang dat op een gegeven moment je investeringen, dat de bubbel barst? In het allerergste geval heb ik ook een studieschuld. Je doet een hbo of universitaire studie. Ja. Dus je kan redelijk wat geld verdienen. En daarmee zou je het altijd nog kunnen aflossen. Het is niet dat mijn leven verpest is doordat ik deze keuze dan gemaakt zou hebben. Voelt het niet ook een beetje soms als vals spelen? Studenten kopen er lange na niet van, alleen maar studieboeken en collegegeld betalen ze ervan. Ze kopen er ook bier van, ze kopen sigaretten van. En denk ik, ja, wat is nou het verschil als iemand bier of sigaretten koopt? Of dat ik het aandelen en cryptocurrencies van koop om daarvan te leren ook weer. En op die manier meer geld te verdienen. Ik krijg een dikke kop, hè? Ja. Ik zie het in die cameralens ineens. Heftig, man. Yes, yes, y'all. You don't stop. Rock to the beat, y'all. Om rijk te worden moet je dus een beetje geld investeren. En als je geen geld hebt, dan moet je het lenen. Dat kan bij je ouders of bij vrienden of iemand anders die geld heeft. Of je verpandt al je gouden spullen bij het pandjeshuis. Om een beetje mee te maken wat er allemaal voor aanbod is in leningenland, zijn we onderweg naar een pandjeswinkel. Goeiedag. Goedemorgen. Ik wil een ketting aan jullie verpanden. Mm-hmm. Gaan we gewoon doen hoe het gaat, ja? Mm-hmm. Yes.
Dan vraag ik in eerste instantie van, hoeveel heeft u nodig? Heeft u een bepaald bedrag nodig? Ik kijk eerst wat het is. Nou, het lijkt 14 karaat goud te zijn. 5,9 gram toch nog? Als je het zou verkopen, 105 euro. Dat is ook niet veel. Nee. Maar als iemand hier komt en die wil iets lenen, dan moet hij eigenlijk iets hebben al. Zij heeft al iets. Dus jij hebt die ketting, jij verkoopt hem eigenlijk aan mij. Je hebt het recht om hem weer terug te kopen. Mm-hmm. Als jij het na verloop van tijd niet kan terugkopen en zegt van ja, sorry, ik heb het geld niet. Even goede vrienden, de ketting blijft gewoon van mij. En jij bent, het is klaar. Je hebt je geld, heb je gehad. Er is geen schuld die jou achtervolgt. Mm-hmm. Wat wel zo bijvoorbeeld is bij een hypotheek. Dus in feite is het vrij, ja, voor de consument vrij doorzichtig. De meeste mensen in de wereld komen aan geld door het te lenen. We gaan uitzoeken hoe je aan zo'n lening komt. En dan in het specifiek gaan we kijken naar de grootste leningengever ter wereld. Namelijk het instituut genaamd De Bank. Maar er was geen enkele bank op aarde die met ons wilde praten. Ondanks dat onze productiemaatschappij 1000 miljoen keer heeft gemaild, is er nog steeds niemand van de Nederlandse bank die met ons wil praten. Pretty much wat we wouden is een bank binnenlopen en dan kijken of ik een lening kon krijgen. Ze hebben gewoon niks laten weten. En omdat ik toch graag wil weten hoe het in zijn werk zou gaan, hebben we Sjors gevraagd. Sjors maakt toneelstukken over banken en hij speelt vandaag een bankier, zodat ik toch nog een klein beetje van de bank juice in mij op kan nemen. En we zijn in de kleine komedie en op het podium is De Bank. Een hele goede dag. Sjors. Abel. Welkom bij De Bank. Ik wil graag geld. Ah. En ik denk, dan moet ik toch bij de bank zijn. Hoeveel geld? Waar gaat het om? Wat dacht je aan? Ik heb mij laten vertellen dat ik met 10.000 euro als startkapitaal, dat ik dan een eind kom. Dus ik zat te denken 10.000 euro. Dat is gelijk maar gewoon een mooi rond getal. Oké, dat zou best tot de mogelijkheden kunnen behoren. En over welke tijd denk je dat terug te betalen? Ik betaal hem met 5 jaar sowieso terug. Oké, dus dan gaan we ervan uit dat jij een krediet wil dat 5 jaar loopt, waarbij je 10.000 euro van de bank wil lenen. Ja. Ja. Nou, dat zou heel goed kunnen. Daar hebben wij zekerheden nodig, zo heet dat bij de bank. Dan moet ik bewijs hebben van jouw inkomsten. Die moeten regelmatig zijn. En dan kijken wij van, hey, is Abel kredietwaardig, zo heet dat. Heb je andere schulden? Studieschuld. Studieschuld heb je, dat is heel erg belangrijk voor ons om te weten. Ja? Ja, want het bepaalt jouw leencapaciteit, zo heet dat. En heb jij misschien mensen, familie, ouders die eventueel garant voor jou zouden kunnen staan? Ja, misschien wel. Oké, nou, dat zou het geheel een stuk makkelijker maken. Ik heb ook heel veel bitcoins. Kun je daar wat mee? Nee, gefeliciteerd daarmee. Maar wij als bank doen nog geen zaken met bitcoins. Geld lenen is dus eigenlijk helemaal top. Want met geld maak je meer geld. Of je koopt er mooie dingen mee die je niet kan betalen, maar wel nu al wil. Er is uiteraard een nadeel. Geld lenen kost geld. Je moet je schuld terugbetalen en je betaalt er rente over. Rente is geld dat je aan de bank betaalt voor het verstrekken van die lening. Die nemen namelijk een risico met je, want misschien betaal jij dat hele bedrag wel helemaal niet terug. Als de rente 5% per jaar is, betaal je ieder jaar 5% van het geleende bedrag. Dat is dus waar de banken en andere leningsverstrekkers hun geld mee verdienen. Dikke groetjes. Ja. Beladen met die aura. Een beladen aura. Onze hele maatschappij hangt dus aan elkaar van schulden. En bij ons gaat dat hand in hand met rente. Maar dat is niet per se heel vanzelfsprekend. In de islam bijvoorbeeld mag je dat helemaal niet doen. Of ja, je mag wel een lening geven, maar je mag geen rente overvragen. Dus daarom is ook islamitisch bankieren een heel andere tak van sport. Daarvoor ga ik praten hier in de moskee met een imam. In principe moet je niet je schoenen uitdoen. Alleen omdat we het terrein willen houden, want als er straks 1500 mensen hier binnenlopen, allemaal met schoenen. En het is tapijt, dus dan... Ja, dan blijft het natuurlijk hangen. Ja. Bij rente is het duidelijk dat er dat er iemand met een machtige positie, dat zijn de rijken of de banken, en je hebt de behoeftigen die dat geld nodig hebben. En dan gaan ze nooit geld met geld
kopen. Dat is uiteindelijk wat je doet. Klopt. Ik koop 10 euro voor 12 euro omdat ik het nu niet kan veroorloven. En dat is niet toegestaan omdat er dus een machtspositie daar duidelijk en zichtbaar wordt. En daarom is dat ook verboden vanuit een islamitisch perspectief. Men wil dus die balans tussen de rijken en de armen realiseren. En geld moet draaien. Ja. Geld moet je niet misbruiken om de anderen te laten betalen. Als je kijkt naar het Nederlands woord, hè, schuld. Schuld betekent schuldig zijn. Dus je hebt een financiële schuld, maar je bent ook schuldig. Je hebt gezondigd. Als je naar het Engels kijkt, dan zeg je debt voor schuld. Financial debt. En als je zegt guilty, omdat je iets schuldig bent van iets. Dus je hebt twee verschillende woorden. De katholieke talen, die hebben één woord voor financiële schuld en één woord voor morele schuld. De protestantse talen, Nederlands, Duits, Schuld, Scandinavische talen, die hebben maar één woord die hetzelfde betekent. Dus als we in Nederland over schuldenproblematiek hebben, dan zeggen we die mensen zijn schuldig. Ze hebben gezondigd, ze moeten boetedoening doen. Schulden aangaan is een stuk makkelijker dan eruit te komen. Want als je eenmaal in de schulden zit, zit je eigenlijk voor altijd vast in het gemene schuldensysteem. De matrix waar ik zo bang voor ben. Als blijkt dat jij het niet terugbetaalt, dan hebben wij als bank een vrij sterke rechtspositie om jou te dwingen om dat geld toch terug te betalen. Daarom spreek ik hier nu met de Flippo King. In de zakken van Smith zit een fantastisch nieuw spel. Flippo's. Je vindt ze in de zakken Smith's Crispy Chips, Hamkaas, Chipito en Mokkels. Ja. Dat is de original Flippo. Kun je misschien vertellen wie je bent? En, Hans Zandvliet. Altijd die rare stempel op mijn hoofd van hoe is die man van die Flippo's? Nou, dat klopt. Kijk, nou, dit programma gaat dus eigenlijk over dat ik graag rijk zou zijn. Oké. Okay. Maar dan ben ik bij jou dus niet aan het goede adres. Is wel leuk. Maar ja, ik ben heel rijk geweest. Ja, voordat ik het wist had ik opeens een landgoed gekocht in Wassenaar. Ging allemaal fantastisch en dat hield nooit meer op. En toen? En toen? Ja, er gebeurden gewoon zoveel dingen, verkeerde dingen op het verkeerde moment. Kredietcrisis, financieringslijnen. Zeg maar, het hele financiële stelsel stond natuurlijk op zijn grondvesten te trillen. Ja. De Nederlandse staat die moest zelfs ABN AMRO overnemen en gaan zo maar door. De hele wereld ging op tilt. Ja. En op een dusdanige wijze. Terwijl de normale economie, die draaide gewoon. Er was helemaal niks aan de hand. Alleen die financiële instellingen, ja, die hebben er een echte klerenzooi van gemaakt. En ja, dat wordt afgewenteld op de ondernemer. Op de ondernemers, de burgers, de onroerengoedprijzen. De Rabo, die mijn bedrijfsfinancieringen en hypothecaire zekerheid had, die wilde 3,5 miljoen terug hebben. De ING-bank die wilde 1 miljoen terug hebben. En Nationale Nederlander, die was de eerste hypotheekhouder, dat was toen nog geen probleem. Daar had ik een hypotheek, financiering van 2,3 miljoen op zitten of zoiets. Uh-huh. In Wassenaar. En, ja. En nu? Hoe staat het er nu voor? Nou, slecht. Ik ben nog steeds op zoek naar een eigen woning. Oh ja? En ik logeer bij een hele goede vriendin van me. Dus. Je blijft met een restschuld blijf je achter zitten. En hoe betaal je dat nu af, Asa? Niet. Niet? Een soort van, dit is gewoon voor altijd, heb jij een schuld? Ja. Nou ja, het enige waar ik voor mezelf vind dat ik de fout in ben gegaan, dat ik wat beter voor mezelf had moeten zorgen. In de tijd dat de bomen tot in de hemel groeiden, had ik gewoon, ja, een paar miljoen apart moeten zetten en gewoon tegen mezelf moeten zeggen, joh, wat er gebeurt, dan moet je gewoon met je handen vanaf blijven. Ja, die neem ik mee dan ook, voor als ik eenmaal rijk ben. Als ik 2 miljoen heb, zet ik er 1 in bij mijn moeder onder het matras. Als hij veilig is. Als hij niet rookt in bed en de bed in de fik steekt. Ja. Hans zat in een situatie waarin hij super lekker ging. En op een gegeven moment, doordat de economie een beetje crasht, helemaal in de penarie zit en miljoenen moet terugbetalen aan banken. Banken die too big to fail zijn.
En hoe big Hans ook was, hij was niet big enough to fail. Hij was gewoon, hij was precies goed om te failen. En hij moest op zijn bek gaan en die banken staan nog gewoon. En ik weet niet zo goed wat ik daarvan vind. Ja, ik weet het eigenlijk wel. Het is gewoon vrij sneu voor Hans. En, maar ja, het was wel echt een sick gesprek. En ik heb Flippo's gekregen van de Flippo King. En dat kan niemand me meer afnemen. Ja, lekker. Ja, ja, lekker. Go. Lekker. Go. Fris. Let's go. Spa. Het is me eigenlijk nooit eerder opgevallen, maar in eigenlijk alle grote steden zijn die grote, de grootste, imposantste gebouwen van de banken. Zo van boom, we're here, we gaan precies nergens heen. Lekker. Ja, ja. Lekker. Go. Lekker. Go. Fris. Let's go. Fresh. Spa. Zuiver. Ja. Zwemmen. Duiken. Go. Saus. We gaan nu Duncan ontmoeten. Duncan weet van banken en geldcreatie en vooral ook het geld dat ze verdienen met het creëren van geld. Which is a fucking mind-blowing concept. Duncan, jongen. This doesn't feel staged at all. Hey, yeah, how's it going? Oh, yeah. Banks, the whole system. Was it always like this? Well, no, it wasn't always like this. So. If you go back far enough, banks had a very narrow role, which was really just to keep other people's money safe. And this was generally done in many cities and cultures by the goldsmith's trade, kind of evolved into kind of becoming the banking trade. It was just a few industrious individuals who noticed that people never all came at the same time for their deposits. The goldsmith could lend out more money than they actually had in deposit because he knew that not everybody would come to collect their money at the same time. And then with the advent of the promissory notes, what we now call the paper note, which no longer required people to actually physically take out the gold and redeposit it, but gave people a piece of paper which they could then trade with, this then again allowed goldsmiths to create ever larger amounts of banknotes and putting them into circulation. And of course, now we're in the age of digital, where most money, most transactions are done without any interface with any real paper or physical money. And the banks are very much able to utilize this new digital technology to really create money at a rate which has never been seen before. Een bank, die jij gaat daar naartoe voor een lening. En de bank die onderzoekt jouw kredietwaardigheid en of je garantiestellingen hebt en zo. En dan verleent de bank jou een leenovereenkomst. En daar moet jij je handtekening onder zetten. En de bank zet zijn handtekening eronder. En dan gebeurt er iets magisch. We hadden het in het toneelstukje over 10.000 euro. Dan typt de bankmedewerker, zodra je die handtekening er staat, die typt gewoon in de computer 10.000 euro achter jouw rekening. En bloep. Daarmee is 10.000 euro uit het niets geschapen. Ja, dus helemaal niet zoals het daar ging, wat jij mij daar vertelde. Namelijk dat het van iemand anders zijn spaarrekening kwam, dat jullie dat weer aan mij aan het uitleggen. Nee, dat is het klassieke verhaal. Dat staat ook nog in heel veel economieleerboekjes. Ja. Flappen zijn top, maar het meeste geld bestaat helemaal niet in de fysieke wereld. Het bestaat alleen digitaal op een bankrekening. Stel je leent 200 euro, dan werkt het zo. Je krijgt een leencontract van de bank. Daarin staat dat je 200 spiksplinter nieuwe euro's van de bank krijgt die niet bestonden. En dat je die gaat terugbetalen. Dus dat contract is precies zoveel geld waard. En het wordt door de bank gezien als bezit. Als je die lening terugbetaalt, gebeurt het tegenovergestelde. Dan gaat er namelijk een streep door het ding en dan is het geld dus vernietigd. Ja, stel dat je alleen maar, hè, dat iedere ondernemer met een goed idee dat alleen maar uit kan gaan voeren als die bij andere partijen geld kan ophalen. Dat betekent dat je het ergens anders weg moet trekken. Er moeten maar net mensen zijn die zeggen, ja, ik heb er wat geld over die ik in aandelen wil steken, waardoor je enzovoort. Dat gebeurt wel, maar als de geldteveelheid niet ook groeit, dan heb je een stuk minder economische groei en innovatie ook. Maar jij bent eigenlijk de eerste die ik spreek die zegt, dat is een goed ding dat banken geld kunnen creëren. Is dat zo? Ja. Oh, dat is toch wel algemeen bekend dat dat een goede zaak is. Nou ja, het is dus heel veel mensen hebben er juist zoveel kritiek op, omdat ze er ook de banken er onverantwoordelijk mee omgaan. Ja, maar dat is natuurlijk allemaal alleen maar iets van de laatste jaren, die kritiek, hè? Okay. Banken zijn er al, afhankelijk van wat je precies bank noemt, maar zijn er al sinds de Renaissance. Mm-hmm.
Geld is er al veel langer, schuld is er nog veel langer. Iedere goede uitvinding kan ook misbruikt worden. Iemand die de banken misschien wat beter uit kan leggen dan ik is Ewald Engelen. Hij is boos op de banken en over alles wat ze hebben gedaan na, tijdens en voor de crisis. En hij is laaiend. We lullen met z'n allen al 20 jaar over de islam en al die andere onzin en de islamisering van Nederland. En in diezelfde 20 jaar hebben we die bankiers toegestaan om de klerenzooi te produceren die ze geproduceerd hebben. Kijk, als je dus kijkt naar wat er met banken gebeurd is, laten we zeggen over de laatste halve eeuw, dan is het zo dat 50 jaar geleden banken veel kleiner waren dan ze nu waren. Veel simpeler waren dan ze nu waren. Veel meer eigen vermogen hadden. Dat was 50 jaar geleden. Als je dan flash forward naar 2018, of eigenlijk liefst naar 2008 gaat, net voor de crisis, dan zie je dat het merendeel van wat op een balans van een bank staat hypothecaire leningen zijn. Mm-hmm. Dus die banken zijn hypotheekbanken geworden. Wij, Nederlanders, hebben 135 miljard euro in ons bankaire stelsel gestopt om ervoor te zorgen dat die banken niet failliet gingen. Er is op dit moment geen paniek. Ik bedoel, sla de kranten open, klik de televisie aan en iedereen zegt, hé, het gaat hosanna met de Nederlandse economie. Ja. Dus er is geen paniek. Maar we weten natuurlijk allemaal dat die schuldenberg, die voor de crisis al gigantisch was, Nederland wereldkampioen hypotheekschulden, vergeet het niet. Uh-huh. Dat is sinds die crisis alleen maar gestegen. En niet alleen in Nederland, maar wereldwijd. En dan weet je dat je eigenlijk langs de rand van een vulkaan loopt en dat we er weer op een gegeven moment met z'n allen in zullen storten. Nou is het dus zo dat zij dus in die financiële crisis totaal verknald hebben door veel te riskant te handelen. Banken houden maar een fractie van het geld dat je bij ze stalt, houden ze achter om jou terug te betalen als het ware. En met de rest van het geld gaan de banken de hort op en de pompen ze in allerlei dingen. En dat is dus eigenlijk een beetje raar. Maar stel dat ik op een dag wel heel veel Rijksdaalders heb verdiend, dan wil ik eigenlijk dat er een bank is die dat veilig voor mij bewaart in plaats van weer uitleent aan andere idioten. Maar bestaat zo'n bank eigenlijk wel? En zo ja, wie is het? En zo nee, waarom niet? Ja, ik ben Paul Buitink en ik ben bezig om een hele veilige bank op te richten. Nou, net zo veilig als dat jouw muntjes en je briefjes zijn in je portemonnee. Dus geen kredietrisico. Wij denken dat zoiets als een depositobank een soort van gezonde rem op die onverbreidelde groei van geld kan zetten. En daardoor tot minder boom-bust leidt, tot minder conjunctuur of minder stevige uitslagen, maar juist meer steady flow. Vooral als je ziet al die depositogarantiestelsels, bailouts, al die moeilijke zaken die mensen tot perverse prikkels aanzetten en ja. Mensen die fouten maken weer worden gered. Bonussen worden daardoor gered. Wij zorgen ervoor, hou het systeem gewoon simpeler. Zorg ervoor dat je de juiste prikkels hebt bij de juiste mensen. En dat mag niet. Waarom mag zo'n depositobank niet? En waarom houdt de overheid dat tegen? We zijn uiteraard naar Den Haag afgereisd om verhaal te halen in de Tweede Kamer. En wie we daar gesproken hebben is Renske Leijten van de SP. Hoe gaat dat binnen die politiek dat het gewoon niet gebeurt? Hallo, Mark Rutte? Wat? Nee, afschaffen. Wat? Wie telt? Allemaal legaal. Nee, omdat ik het zeg. Ja, ik vind het dus echt spannend. Het is serieus een bucketlist ding van mij om in de Tweede Kamer te zijn. Er was een kamermotie. De hele Kamer was voor. Die bank moet onderzocht worden. En we hoorden maar niks en we hoorden maar niks en we hoorden maar niks. Nou, dan kan je daar vragen over stellen. En toen is in ieder geval duidelijk geworden dat het nu van de baan is. Je loopt echt aan tegen de macht. Ja. En een van de lessen die we hadden geleerd in de kredietcrisis was ook een van de voornemens in Europa en in de wereld, is dat we knippen die banken in tweeën. Eén voor de commerciële shit en één voor dat wat we allemaal nodig hebben. Betalingsverkeer, sparen, hypotheken. Daar gaan we niet te veel risico op lopen. Dat is niet gedaan. Ja, en als het morgen weer failliet gaat, dan mogen wij dat weer betalen. Ja, precies. Gebeurt het wel eens dat er een bank bij jou aanklopt met een grote zak geld, zo van, hou je bek? Nee. Nee? Wat ze wel proberen is natuurlijk uit te leggen hoe zielig zij zijn. Ja? Dat ze het ook maar moeten opboksen tegen de wereld. Nou, waarom dat is dat? Gek. Wie doet dat? Waarom dat is de lobby van de banken wat je daarin ziet.
de lobby van het financiële systeem. Als je aan de macht knabbelt, dan zal de macht laten zien dat hij een robuuste muur heeft. Maar hoe meer wij machtig met elkaar worden, hoe meer die muur zal zakken. Dat kapitalisme, dat heeft een soort piramidale structuur. Aan de onderkant, daar zitten de sukkels, dat ben jij en ik. Als wij onze aflossingen of onze renteverplichtingen op onze hypothecaire lening niet kunnen betalen, dan zitten we, voordat we het weten, zitten we met allerlei deurwaarders en uiteindelijk natuurlijk de gevangenis. Precies. Aan de top van die piramide is alles onderhandelbaar. Alles is onderhandelbaar. Aan de top is het socialisme voor de CEO's van de bankiers. En het is alleen maar hardvochtig kapitalisme voor de sukkels, jij en ik, aan de onderkant van het systeem. Als het goed gaat met de economie, hè, dan worden er heel veel geleend. En omdat ons geld en schuld met elkaar verbonden zijn, komt er dan ook heel veel extra geld in de economie. Maar op het moment dat die schulden weer worden afgelost, verdwijnt dat geld ook weer. Als er veel geleend wordt, komt er veel geld bij. En dat gebeurt als het goed gaat met de economie, als mensen vertrouwen hebben. Maar op het moment dat het minder goed gaat en mensen gaan niet meer lenen, dan gaan de prijzen ook weer omlaag. En dan knapt eigenlijk de bubbel. En dat is gevaarlijk, want dan wordt iedereen angstig, krijg je minder vertrouwen. Krimpt de geldhoeveelheid en ja, dat gaat de hele echte economie op slot. Wij allemaal hebben ook heel veel schulden op ons willen nemen. We heel graag willen lenen en consumeren. Mm-hmm. Je kunt de bank wel de schuld geven, maar de bank doet het ook namens de maatschappij. Hè? Ja. De overheid en de reguleerders, die hebben ook zitten slapen. Ik ben wel kritisch op hoe het financiële systeem werkt, maar dat hebben we met elkaar gedaan. Het is niet de schuld van de banken alleen. Die crisis, ja, 2008 hebben we bijvoorbeeld kredietcrisis gehad. Nou, het woord zegt het al, het ligt aan het krediet, aan de schulden. En wat hebben we als oplossing gekozen? Nog meer schulden maken. Dus dat is een beetje als je een junkie die aan de ene drugs verslaafd is. Dan zeg je, oh, wil je er vanaf komen? Ja, hier heb je spuit met de nog zwaardere drug. En dan kom je wel van die ene verslaving af. Maar ja, los je daarmee echt het probleem op? Ik moet gewoon begrijpen hoe geld werkt, want hoe ze het uitleggen klopt gewoon niet. Als geld ziek is in je samenleving, is die samenleving gewoon ziek, omdat het dan niet meer eerlijk is. En daarom is het zo belangrijk om het te begrijpen. Onze maatschappij is zo afhankelijk van schulden dat wij het niet meer helemaal in de hand hebben. Waarom de fuck are we putting up with the banks right now? Fuck de hele financiële industrie. We gaan met de hooivork de straat op. De vraag is, moet dat per se? Of is er ook een beter idee? Vloes, saaf, delg, kanaka, guala. Zijn er alternatieven die misschien beter zijn en eerlijker voor iedereen? Laten we een systeem bedenken waar geen bank aan te pas komt. Yeah. This is a 40 feet crypto mining container. Can we take a look inside? Of course.